kan loslaten, heel goed, Sarah gaat beter. En als hij weer gaat schudden, rij je er weer tegenaan. En hij kan kronkelen, hij kan aangaloperen, maar je zegt, ja, het is jammer dan, mijn doel is het hoofd stil te houden, toch? Ja, niet loslaten. Niet loslaten en niet trekken, maar er net tussenin. Contact houden. Jouw handen en armen, hij moet in een soort verlengstuk zijn van die teugel. En die teugel moet als een elastiek blijven voelen. En jouw teugels klapperen. Dat wil hij ook, hè? Goed gedaan. Heel goed. En naar voren rijden. Mooi. Oké, een keertje weer hand veranderen. Hè? En dat wisselen van die stelling is misschien nog niet zo'n raar idee. Heel goed dat jij eraan dacht dat de linkerstelling beter moest, Sarah. Wel opletten dat je in de wending dan niet naar beneden kijkt en maar goed voor je uitkijkt, zodat je ook weer mooi in balans hebt. Hé, heel goed stuk, hè? Goed, dus het is helemaal niet erg om een keer een klein beetje ruzie te hebben met je pony, als je maar op een eerlijke manier doet. Dit vind ik heel mooi. Hou hem in de gaten, blijf naar links buigen. Nou, en dan heb jij mij verteld dat hij dat in de galop beter doet. Nou, dus misschien kan je nou ook even een stukje galop laten zien, maar dan doe je wel precies dezelfde dingen uitwerken die we nu ook gedaan hebben. Heel goed. Mooi. Goed hoor. Goed gedaan. Alleen rustig inkomen als je hem daar zuiver zit. Ben ik de naam kwijt. Mooi, Sarah. Blijf zitten. Galopperen. Ietsjes ronden. En dan hetzelfde blijven doen. Heel mooi hoor. Sorry hoor, ik moet soms zoveel namen leren. Goed, Claudia, iets meer blijven zitten. Rug hol. Ja. Dit ziet er heel mooi uit. Iets meer rust erin. Jij denkt nog steeds, hij schrikt niet, hè? En dan ben je te laat. Opvangen, ho. Doe eens rustig. Zet hem eens stil. Zet hem mooi stil. Mooi stil. Oké, en ontspan. Blijf even staan. Even de rust erin. Heel goed, Sarah. Beetje meer linkerstelling, want dat doet hij in de... net als in de draf doet hij net iets te weinig. Claudia, er was al een punt, ik moet het zeggen, met dat kijkerige en die controle. Als hij een paar keer schrikt, is het net of het zich opstapelt. Hè? Dan komen ze in de schrikmodus en je krijgt ze er haast niet meer uit. Dus daarom vind ik dat ook zo belangrijk, zeg, niet denken dat hij daar nog niet schrikt. Hij heeft als het ware al een beetje parcours verkend en denkt, die hoek is eng en die hoek is eng. En dan moet ik er toch vooraan blijven. Oké, als hij dan zoals daar echt wegspringt, dan zie je het, komt hij in stand vluchten en je bent de controle kwijt. Zodra jij denkt, ik ben het kwijt, halt houden, stappen, rust erin brengen. He, want dat paard denkt van, oké, ga lopen, ik ga ervoor. En dat neemt hij dan over en dan wordt het, ja, je ziet gewoon een ongecontroleerd beeld. Ja, dus je hoeft ook weer niet te straffen, zeker niet. Maar wel duidelijk zeggen als hij een paar keer van, dat wil ik niet. He? En let op mij. Opvangen, doe eens langzaam draven, heel langzaam, dat hij niet in stand vluchten komt. Linkerstelling, linkerstelling en kruipend er langs. Kijk, daar heb ik meer aan. En dan kun je zeggen, ja, ik wil dieper die hoek in, maar daar kom je niet als dat paard tegenwerkt. Heel goed. Als jij voelt, Claudia, dat je meer hebt, rij je weer rustig een stukje naar voren. Maar heel beheerst, ho, dat vind ik al te... Ik vind het een super beweging, maar ik vind het ook loperig, snap je? En denk er eens aan dat je het meer van de vloer wil laten draven. Doe het nog eens een keer. Klein stukje naar voren, maar dan niet hard. En linkerstelling, want dan heeft die hoek alweer in het vizier. Heel goed gedaan. Ja, dus ook met zulke paarden die sensibel zijn, wees voor je problemen aan. Ja, want hoe vaker die schrikt, hoe beter die erin wordt, helaas. Vind ik te veel. En Claudia, het gaat zo. Hè? Jij rijdt, je wil heel goed je best doen, maar doe je net een beetje daar. Doe eens gewoon in het midden zitten en denk als je naar voren rijdt aan achterbenen optillen en door laten swingen. In plaats van knetterhard naar voren rijden. Nog een keer. Naar voren, maar weer hoog. Goed zo. Hè, want... ook weer, jouw paard is super ijverig en schiet ik te hard naar voren, leer ik hem dat per ongeluk. Probeer
te denken van, ik wil niet hard, ik wil van de vloer. Ik juist hebben opvangen. En als je terugrijdt, zorg er dat hij niet met zijn hoofd en hals de grond inzakt. He, elke overgang terug, Claudia, moet veer op het achterbeen. Doe het nog eens een keer. Veer. Ho, dat is te veel. He, dus jij denkt, hij doet een super draf. Maar in feite zeg je tegen je paard, word maar lang. Schiet maar van het achterbeen af. Nog een keer. Langzaam, achter de bij. Langzaam. En laten zitten. Daar ja. En als je terugrijdt, mag je paard niet naar de grond toe bukken. He, moet jij heel goed eraan denken dat hij terugkomt op het achterbeen. Kan je dat nog eens een keer extra oefenen? Heel goed, heel goed. En dan heel langzaam draven. En dan je paard laten zitten. Dus niet zijn hoofd en hals naar beneden laten zakken. Nog langzaam draven. Heel goed. Voel je dat hij dat moeilijk heeft? Niet omdat hij het niet kan, maar gewoon dat hij het niet kent. Claudia, doe je daar hetzelfde, hè? Jij duikt met je paard mee de galop in, waardoor hij van jou het sein krijgt, hup, wegwezen. Doe het nog eens een keer. En ook daar weer, niet denken dat je de... wacht even, hoor, je bent te snel. Ho. Niet denken dat je paard gas moet laten geven, maar in feite geef je gewoon met je been aan dat je een andere gang gaat doen. Je kiept er nog naar voren. En zoals jij zit, loop je paard. He, jij kiept naar voren, hij doet dat ook. Sarah, een stukje doorzitten. Nog een keer, Claudia. Dus niet denken, ik moet, als ik in galop aanspring, harder. Ik moet alleen zeggen, we gaan een andere oefening doen. Nog een keer, terug. Ja, neem de tijd, maak jezelf lang, wachten laten. Eerst weer dat zitten hebben, zonder dat je ritme verliest. Oké, en dan rustig aangaloperen. Met je been doe je hetzelfde, met je lichaam doe je niks. Goed gedaan. Moeilijk, hè? Ja, is heel moeilijk. Minder doen is altijd moeilijk. Goed gedaan. En dan probeer hem ook in de galop te schakelen, want je bent hem al kwijt. Hij is alweer op de loop. Verzamelen. Goed zo. Heel goed gedaan. En dan weer afvloeien. Mooi, Sarah. Kan die nog een beetje actiever als jij zo doorzit? Jij bent ook wilder, hè? Niet wilder worden. Goed zo, stilzitten. Geef eens een klein tikje met je been. Jij knijpt. Je moet hem een tikje geven. Kan je een tik geven met je been? Ja, heel goed. Want als ik knijp, lijkt het weer op een galophulp. He? Dus als jij hem actiever wil hebben in de draf en hij luistert niet, dan moet je dat ja, en dan je been stil. Dat deed je goed, alleen hij was er nog niet zo van onder de indruk. Dus hij mag het een beetje, je mag het nog een keer doen. En een beetje duidelijk. Goed zo. En handen bij elkaar. Keurig. Ik vind wel dat je zo een klein beetje de tijd in de gaten houden. Het zou mooi zijn als je de Ruiters of de Amazones nog een tip mee kan geven voor thuis om te oefenen. Dat zal ik doen. Top. Helaas is het alweer